Raymond Kreder, 9e Kuurne, Brussel Kuurne. Was dit koersverloop het beste koersverloop wat jij kon wensen? Ja, er stond veel wind vandaag en we hadden eerst windje mee en daarna windje tegen en op de kant. En vanaf de Quaremont wist ik gewoon dat ik vooraan moest rijden. Helaas was ik in de tweede groep. Alleen er waren heel veel renners die er ook niet bij zaten. En dan was ik blij dat die konden rijden en hebben we het gat kunnen dichtrijden. Dan komen jullie dus terug bij de grote groep. Dan gaan jullie als één peloton de finale in. Is dan voor jou zorgen zover mogelijk voorin zitten en het beste wiel kiezen? Ja, we hadden nog vier man van Roompot in de voorste groep zitten. En die moesten mij zo lang mogelijk bijstaan totdat het kon. En op 2 kilometer, 3 kilometer van de finish zat ik alleen. Toen wist ik gewoon, ik moet zo hard mogelijk door de laatste bocht. En daar ligt eigenlijk mijn finishlijn. Ik kwam er als 10 ongeveer doorheen. Dus dan weet je gewoon dat het wel goed zit en uiteindelijk 9e kunnen worden. Is dat dan zoeken naar een specifiek wiel? Nee, totaal niet. Ik wist gewoon, als je daar een top 10 indraait, dan weet je gewoon dat er wel een sprinter voor je zit. En dat was ook wel het geval. Alleen, ik blokkeerde gewoon op het einde. Ik wist gewoon dat er niks meer dan dat in zat. Ik kon gewoon niet beter en de ploeg hoopte ook op een top 10 klassering. En dat is ook gewoon gelukt, dus we kunnen wel tevreden terugkijken op deze koers. Ja, de eerste top 10 notering van Roompot in een grote wedstrijd. Ja, nou ja, elke koers die we rijden is gewoon een grote wedstrijd. Ik heb vorige week helaas ben ik uit de uitslag gehaald. En dat wilde ik vandaag een beetje rechtzetten en dat is wel goed gelukt. Wat voor sprint was het eigenlijk? Chaotisch. We hadden veel renners nog genoeg mannen mee om iedereen vooraan af te zetten. En het was gewoon je positie proberen te behouden en dat was wel gelukt. Maar het lijkt me wel een van de betere seizoensbeginnen die je kan wensen. Ja, tot nu toe is dit wel mijn beste seizoenstart van de afgelopen 4 jaar. Ik kon niet beter wensen zo. Wat zijn nu de komende koersen die voor jou met rood zijn aangestreept? Ja, elke koers die ik start, waar er een sprint is, wil ik er staan. Ik weet natuurlijk dat dat niet altijd kan, maar ik probeer gewoon de dagen uit te kiezen waar het echt kan lukken. En woensdag is er weer een koers in Samijn en dan zien we wel weer verder.